Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal weer bij Border Survival. Ik sta hier in mijn prachtige Border Survival waar we in aflevering 3 zijn. En ik heb hier twee nieuwe huisdieren bij elkaar gekregen. Jij bent een schaap en jij bent een, wat ben je? Een krekel? Papegaai. Een papegaai. Hey jongens, kom even uit het kooitje. Kom even gezellig hier. Ja, maar hoe kom ik? Oké. Gauw vier hoekjes, kom je eruit. Ai. Wij komen iets leuks doen. Ja, jullie komen mij vandaag helpen in mijn Border Survival. Dit is aflevering 3. In de vorige twee afleveringen heb ik mijn border al behoorlijk groot gekregen. Het begon bij een 1-1. Zijn jullie trots op mij? Goed, wat goed. Goed hè, en jullie weten het principe. Elke keer als we een nieuw item collecten of craften of weet ik veel wat, die we nog niet eerder hebben gehad, dan wordt de border een blokje groter. We moeten in totaal iets van 1048 verschillende items verzamelen. Ik ben pas op 6-7%, dus jongens, ik heb een idee. Jij hebt een idee. Een blok netherite. Dat is niet de prioriteit van vandaag. De prioriteit van vandaag, die zal ik ook wel vertellen. Ik wil diamonds hebben. En een huis. Want ik leef zoals dit. En de farm moet groter worden. Dus wie van jullie wil de hele aflevering wil die farmen? Rick. Nee, Rick, ik wil niet farmen. Rick, goed dat je je voorstelt voor deze taak. Oké. <okay. laughs> Dan mag je ook dus de schapen doen, de kippen doen, dit doen en zo. Superleuk Justin, is dat. Wat wil jij doen? Wil jij diamonds verzamelen of een huisje bouwen? Nee, ik vind een huisje bouwen vind ik voor jou wel goed. Jij bent de beste bouwer van ons drie. Nee, echt? Ja, dat jawel, dat is toch zo. Hij is toch de beste bouwer? Ja, Justin kan heel goed bouwen. Kijk, ik maak een grot. Nee, geen grot. Als jij nou gewoon een huisje hier op deze locatie gaat maken. Je mag trouwens zelf beslissen waar. Je mag zelf beslissen hoe die eruit ziet. Jij mag het huisje bouwen. Daar op zee. Alles behalve op het water. Alles behalve op het water, oké? Okay? Dan ga ik zorgen dat er diamonds zijn. Elke keer als je een nieuw item kan maken, weet ik wat. Je mag alle spulletjes gebruiken die hier liggen. Dat is allemaal welkom. Nee, meer is er ook niet. Dit is alles wat ik heb. Het wordt een heel mooi huis. Ja, Rick moet dus voor ons eten zorgen, want hij moet hier voor dit doen. Ja, maar je hebt bomen genoeg. En je hebt ijzer genoeg, toch? Ik ga een huisje bouwen. Au! En waar wil je... Je wilt hier hebben. Dit is de farm. Ja, dit is de farm. Daar zijn mijn schapen. Dan moet je ook een beetje schapen slachten en een beetje wol kweken en sowieso breeden. En, oh, sorry. En daar heb je sugarcane en zo. Een hele mooie taak voor jou vandaag. Ja, leuk. Nou, ik ga hout hakken. Jij gaat hout hakken. Ik ga minen. Ik vind dit helemaal top, dit. Succes, Rick. Ja, bedankt. Het staat er echt bij alsof je geen idee hebt wat je moet doen. Ja, nee, ik vind dit ook helemaal niet leuk. Waarom niet? Rick. Ik hou niet hobby. Van... Nee, farm is echt wat ik het minst leuk vind aan Minecraft. Wat wil je dan doen? Nee, ik ga dit wel doen. Ja, maar je mag ook wat anders doen. Moet je niet klagen, Rick. Ja, ik wou het zeggen. Nee, maar ik ga wel klagen. Ja, je gaat doen, dat kan maar je gaat, terwijl je doet, ga je wel klagen. Ja. Prima. Want ik vind dan ga ik mee akkoord. Oké. Okay. Hey, je hebt hier een grot. Ja, maar dat is niet jouw taak, Rick. De grot maar ik zit jou even te bekijken, bespieden. Hey. Oh, je bent helemaal daar boven. Hallo. Hallo. Ja, ik ga diamonds voor ons regelen. Niks aan de hand. Geen zorgen. Oké. Wow, je hebt gewoon 71 blokjes al verzameld. Ja, goed hè. Zo. Ben je bij de lobby? Nee, als je op tab drukt. Oh, als je op tab drukt zie je inderdaad hoeveel blokjes ik heb er zijn verzameld. Jij hebt al 0 unieke blokjes verzameld. Ik ben gewoon ik heb al 71 unieke blokjes. Er zit een zombie in je grot. Ja, die mag je gewoon doden. Nee, ik laat het leven. We zijn ook allemaal krijgers. Terwijl we allemaal taak hebben, zijn we ook krijgers. Je zegt we hebben genoeg iron, maar er is maar één iron. Ja, dat klopt. Sorry, ik ga nu nieuw halen. Ik heb niet gesleed, jongens. Een nieuw blok. De border is groter. Heb je ook een bucket? Nee, want ik heb maar één ijzer. Oh, Max. Ja, hallo. Ik heb het nu toch allemaal alleen moeten doen, hè? Ja, maar jij geeft mij nu echt een onmogelijke taak. Ja, hoe kan ik nou een nieuwe farm bouwen zonder... Steen en hout. Ja, en wat dacht je van een bucket om water, zeg maar, te... Ja, ik heb wel een bucket trouwens. Oh nee, niet. Ik heb geen bucket. Zijn er nog wensen qua huis? Nee, je mag alles doen wat je wilt. Hoe is het met je huis, Justin, boven? Nog geen... Heb je ook progressie? Ja, ik heb blokjes. Heel veel blokjes. Ik heb 31 ook. Aan samen, 31 jungle. Ah, ik heb nog maar... even kijken. Een 5,5 hartje. Nog 3 voetbal. 5,5 hartje. Oh, dat gaat goed. Hey, lapjes jongens. Komt-ie. Hey, hoe bezig? Maar één blokje? Hoppa, goud hadden we al. Hoe groot wordt die dan? Wat? Met per item één blokje. Ja, nee, per item gaat hij zeg maar één blokje aan alle kanten breder. Ja, dus dat is best wel wat. Ja, en volgens mij, je kan naar de lobby toe. Wacht, kom maar, naar de lobby. Oh. Hey, Max. Hey, gezellig. Kijk, zoals je hier kan zien... Dat is trigger lobby. Zoals je hier kan zien, ik zit op 7,1%. Zo. En dat zijn 74 blokjes in totaal verzameld. En dat komt omdat jij er ook eentje bij hebt verzameld. Vet, hè? Goed, hè? Ja, dat zit. En ik heb het al anderhalf uur gespeeld. Ik ben al 0 keer dood gegaan. Hoe goed is dat? Nee, dat gaan we niet doen. Nee, jongens, dat is inderdaad... Hier kan je zien wat we nog allemaal moeten verzamelen. Echt heel veel nog. Ja, meer dan 1000 blokjes. Oh, nee, iets minder dan 1000 blokjes. Ik ga weer terug. Ik ook. Zelfs de... Ah, creeper! De dragon egg.
Ja, je moet alles verzamelen. Oh. Nou, jullie zijn gewoon mijn gasten voor vandaag. Nee, hoe kom ik terug? Het is een onmogelijke vraag, Max. Okay. Ik ben gewoon nog 0 keer dood gegaan. Hoe lijp is dat? Ja, maar ik denk dat het vandaag wel de eerste keer is dat dat. Nee, helemaal niet. Er staat vandaag ook niet frustratiedruk op. Hoppakee, ik heb tuf gecollect. Lekker. Ja. Lekker. Ik tuf in je gezicht zo, hoor. Je stilschil past. Gadverdarrie. Ik ben gewend. Gadverdamme. Maar hoeveel diamonds heb je, Max? Ja, 0. Ik ben nog wel bezig. Ik ben druk mijn best aan het doen. Ja, maar als ik was gaan minen, hè, dan had je al direct een stack diamonds. Dus... Helemaal niet. Ja, jij bent goed in huizen bouwen, Justin. Oh ja, dat klopt. Dat zit je altijd buiten de opname, zit je te zeggen. Ik ben nu een verdeuring aan het maken, een riolering, waterleiding moet er nog komen. Oh, je bent gelijk aan het doen. Voor, ja, vergunning. Ah, dat moet je natuurlijk allemaal aanvragen. Nou ja, ik weet niet hoe je anders een huis wil gaan bouwen, maar dat... Kun je ook in de site hakken, Max? Heb je dat nodig? Ja, ik wil wel een mooie farm maken. Oh, toevallig ben ik hier bij Enderside net. Ja, dat moet je even meenemen als je... Ik ben dat meenemen voor je. Dankjewel. Hoezo heb je... Waar Enderside? Je gaat hem helemaal verplaatsen op de farm of zo? Nee. Ah, je mag hem verplaatsen. Je mag doen wat jij met de farm jongen. Ja, ik ben nu alle farmlint aan het kapot stampen. Echt? Ja. Waarom? Ja, omdat ik het niet nodig heb. Het moet weg. Hij doet het echt! Wat een ongelofelijke idioot! Zo! Mijn farm! Nee. Daar heb ik 2 afleveringen over gedaan. Nou, dit is toch niet zo moeilijk, man? Nee, dat klopt. Het was echt geen werk. Nee, nou. Hoeveel enderside heb je nodig? Veel. Neem er gewoon allemaal mee. Ja, maar weet je hoeveel die hier ligt? Mijn pickaxe is bijna een stuk en het ijzer is op. Dus ik stop bij een stack. Hé, ah. Ik heb klei! Hey. Goed zo. Ik heb ook je eerste object geclaimd. Yes. Doe ik toch nog iets. Doe je toch nog iets inderdaad, naast mijn farm kapot maken. Ja, ben je blij dat ik er ben? Ja, ik ben wel blij dat je bent, ik vind het gezellig. Maar Rick ging ook voor het eten zorgen, had ik het idee. Nee, dat klopt. Nee, dat is een deel van Rick's taken. Ja. Nee, maar dat stond niet in de takenomschrijving. Dan heb ik ongelooflijk veel trek. Ja, ik ook. Ik heb 4 broodjes. Nou, oeh, dan kom ik er zo even een paar halen. Nee, maar een paar, ik moet zelf ook eten. Oh, dit is een grote vlot. Het is donker, ik zie helemaal niks. Redstone, hadden we dat al? Weet iemand dat? Dat weet ik niet. Ik niet. Volgens mij niet, hè? Jij niet, Justin. Nee. Dat weet ik. Nee, maar dat je dat even ik ga gewoon hakken. Ik ga er eentje hakken, voor zekerheid. Hey, die hadden we ook nog niet. Nou, gefeliciteerd. Nou, dankjewel, Justin. Kijk, daarom ben ik jou nog leuker dan Rick. Jij feliciteert me tenminste in deze situatie. Gefeliciteerd, Max. Ah, oh, dankjewel, Rick. Dag gedaan. Ik heb zomaar een grot gevonden waar ik wel eens diamonds kan vinden. Alleen mijn eten is op. Ik ben bijna dood en er zitten creepers, skeletons en zombies hier. Oh, dat is niet plezant. Hey, lekker, Justin. Hey, jungle lock. Lekker, Justin. Ja. Gewoon weer een object. Of een item. Ja, vet, hè? Niemand had dat gedacht dat het ooit zou komen, maar het is gewoon... Je hebt het nu al. Ik ben benieuwd wie het einde van de aflevering meer nieuwe items heeft gevonden of gemaakt. Ja, maar ik moet een huis bouwen. Justin, ik ben letterlijk alleen maar hetzelfde aan het doen. Oh, ik ga bijna dood. Nee, dat ga niet. Hey, Kelsite. En dinges. Hoppa. Zo? Ja, 2-1. Nou. Je hebt al gewonnen, de challenge. Ik kan er zelfs 3 van maken met een beetje... Hier, wacht, let op, waar komt-ie? Deze nemen we mee, deze nemen we mee. Ja, maar dit is gewoon flexen. Dit zo, is, zo. Dit is niet meer leuk. Hoppakee. Rick, wat vind je ervan? Ik vind het... ik schrik hier wel een beetje van, moet ik zeggen. Schrik je van? Ja, ik had dit even niet zien aankomen. Ik had gewoon verwacht een rustige avond. Nu moet ik denk ik, een farm gaan bouwen. Ja, maar Rick, alles voor een potje Rocket League. Ja, dat is wel waar. Dat is onze prijs. Ja, jongens. Ik heb Justin en Rick beloofd als ze meedoen met mijn video... dat ik zo meteen een potje Rocket League met ze ga spelen. En daardoor zijn ze akkoord gegaan om mee te doen. Mijn pickaxe is een stuk. Jezus. Oh, nee. En nu moet ik naar boven en ik heb zo'n goede grot gevonden. Ik maak echt het mooiste huis wat er is. Het is ongelooflijk. Ik kom eraan nu. Ik kom even wat eten halen boven, want ik verwacht dat Rick al behoorlijk wat eten heeft. Ik heb echt helemaal niks. Dan ga ik even slapen in mijn nieuwe huisje. Oh, En dan ga ik weer verder op avontuur. Oh shit, je gaat slapen in je huis. Ja. Paniek. Ik verwacht dat alles klaar is als ik boven kom. Ja. Shit, waar staan de bomen? Ik mis hout. Je wou een dirtveld wou je hebben, toch? Dirtveld? Nee, ik wou een prachtige farm met een beregeningsinstallatie. Waarom heb je zo weinig oog, Max? Dan is het miscommunicatie, Heer Plakkers. Wat is er? Ja, gewoon. Heb je ook bones? Bones. Ik heb 2 bones, ja. Ja, kijk, dat is iets. Ja, dat heb ik nodig voor bone meal. Ja, ik kom weer naar boven. Met 4 hartjes en 2 honger. 2 honger. 2 honger. Ja. Max gaat echt teleurgesteld in me zijn als hij dit ziet. Nee, ik verwacht gewoon dat er veel gebeurd is, maar niet. Dat is ja, veel gebeurd. Ik zit te rennen voor oak, maar er is geen oak op dit stomme eiland. Er is geen eiland. We leven gewoon op het vasteland. We hebben een hoekje van het vasteland. Hallo, Rick, mijn farm is gesloopt. Ja, dat... Er is letterlijk alleen maar dirt. Ja, Rick. Miscommunicatie. Je moet iets maken. Ik heb een broodje. En de site op kijk. Oh, thanks.
Ja, thanks. Zo, dan ga ik kijken of ik even nieuwe... Justin, wat is dit? Het is wel meer dan ik had verwacht, dat moet ik wel eerlijk zijn. Ja, dit is legit meer dan ik had verwacht. Ja, en ik heb een hele goede idee, alleen... Waar ben jij? Ja, op zoek naar ook, maar... Ik heb toch gewoon ook sapling. Oh nee, heb ik niet. Hey, ja, die heb ik geplant al, maar het duurt me te lang. Zo, ik heb meer broodjes voor mezelf gemaakt. Teamwork. Oh, chill. Ja, thanks man. Geweldig. Dit is teamwork. Ik heb helemaal geen zin om deze joekel van een boom te gaan slachten, maar het moet maar. Boomslachten? Waarom zijn boomslachten inderdaad? Nee, anderhalf had je, 2,5. Help, paniek, Rick, bescherm mij. Nee, ik ben even een farm aan het bouwen, Justin. Ik ga weer even verder minen, jongens. Ik vond het zelf boven. Ja, maar iemand eet je broodjes? Heb je al een bucket? Nee, ik heb geen bucket. Broodje? Heb je wel een broodje? Ja, ik heb een broodje. Die ligt boven in de kist. Ik geloof er niks van. Nee, dat klopt ook. Maar er is wel wheat. Je kan wel een broodje maken. 5 wheat. Ja, je kunt toch een broodje maken? Ja, dat klopt. Ah, nee, dit helpt veel. Thanks. Ja, geen probleem, joh. Hoe kom ik nu aan oak dan? Hakken? Ja. Justin, er staat daar letterlijk een oakboom. Ja, ik hak. Ik ga even slapen. Ik heb zin om even te liggen. Is ook een object? Even tot rust komen. Ja, dat is harde werk. Je wordt nu al uitgebuit. Ja, dit is echt niet goed. Dit is niet goed voor mijn gezondheid. Even kijken. Je hebt niet eens een furnace. Nee, die heb ik zojuist meegenomen in de mining. Ja, waarom? Die heb ik echt letterlijk net gesloopt. Ook met je kool zeker? Ja, met kool. Ik heb die echt letterlijk net gesloopt met kool en al, zodat ik hem mee kon nemen. Maar ja, ik ga even nieuw ijzer halen en zo, maar daar heb ik het kool voor nodig. Ja. Ja, dat is toch logisch? Ah, ik heb gewoon 3 poortjes op het doel. Hier zijn ze. Rick, heb je een oven? Die moet ik even gebruiken. Ja. Thanks. Nee. Ja, wel heel even, Rick. Oh, Rick, je moet gewoon even geduld hebben. Oh. Heb je geduld, Rick? Nee. Zo. Hé, hey, wie heeft het nieuws? Ik. Koek porkchop. Dankjewel. Dat je net toch al? Nee. Oh, net was er al porkchop. Oh, joh. Ja, joh, ik verzamel alles. Ja, oké. Je hoeft het trouwens niet allemaal in de kist te doen wat je verzamelt. Je kan daarna gewoon weggooien als je het toch niet meer nodig hebt. Maar zolang het maar 1 keer verzameld is. Dankjewel, Rick. Hier heb je je cobblestone terug. Succes, Rick. Dankjewel, ja, Rick. Bedankt. Doei. Oh. Oh, ik ben hout vergeten. Ik dacht, ik neem de furnace mee zodat ik pickaxe kan maken hier beneden, maar ik ben hout vergeten. Oh, Max. Dus nu heb ik voor niks de pickaxe of de furnace meegenomen. En mij allemaal moeite gekost. Die is gewoon kopen, joh. Weet? Ja, kan ik hout hier? Ja, misschien dat ik hier wel gewoon hout kan vinden. Ah, ik vind de creeper, dat is goud. Rick. Oh. Lekker, hè? Yeah. Rick, wat ben je allemaal aan het verzamelen, joh? Ja. Dat... Rick is allemaal blokken, die heeft in totaal net zoveel als je. Oh, die hebben allebei 5. Rick heeft 6. Eeuw. Rick heeft er ook 6. Rick, jij gaat dat niet winnen. Oh, nee, Rick heeft 7. Zijn die nou gewoon ons een item aan het maken voor het idee? Nee, ik heb wel dat shit nodig. Ja. Ja, misschien die ene stript ook, stript birds niet. Hey, maar... kom ik ook weer, jongens. Hoppakee, glowberries. Dus even mijn eten voor hier. Wat saai. Oeh, zo saai. Hey, mos trouwens. Ah, een creeper! Oeh, 2,5 hartje. Oh nee. Oh god, maar ik heb gelukkig glowberries, dus ik kan even wat eten. Oh, dat scheelde echt niks. Ik dacht echt dat ik daar dood ging. Ja, dat moet er natuurlijk niet, hè? Nee, dat moeten we niet hebben, nee. Ik wil hout hebben. Misschien kan ik dat hier ergens in deze baai beneden vinden. Ik heb wel hout. Ik ben dood. Ja, maar jij bent niet in de cave. Hé, zou ik anders nog eventjes een puntje scoren? Komt ie, hè? Hoppa! Ja, hoe kom je daar nou weer aan? Ik zag hem vloek staan. Zal ik ook even een puntje scoren? Nee, Rick. Ja. Maar dan wil ik er ook heen. Jullie zijn voor mij echt onzin uit of zo. Nee, ik heb gewoon niet nodig hebben. Ja. Max, ik heb dit nodig. Je hebt het echt nodig. Ja, ik had een bloempje ook nodig. Voor wat? Ja, voor... Voor niks? Nee, voor niks. Oké, ik ben bijna weer helemaal geheeld. Oh, die dingen zijn zo slecht met saturation. Een meneer die schiet. Assistentiecollega. Geweigerd. Geweigerd? Extra punt. Oh, nog een punt. Oh god, een skeleton en een creeper. Rick, niet leuk. Heb je een mooie farm, zeg. Mooi, hè? Hij is vet. Ja, een bloempje. Thanks, man. Thanks. Ik moet eerlijk zeggen, Max, dat het gaat niet heel uitstekend. Nee? Jullie zijn wel echt veel aan het verzamelen. Je hebt er al 12 Justin. Ja, ik weet het. Ik doe uiterste best. En kijk, ik heb altijd geleerd, meer dan je best kan je niet doen. Dat klopt. Ja, maar jij kan ook gewoon niet echt best doen. Dat bedoel ik, dus daarom doe ik altijd maar het beste wat ik kan. Snap je? Nee. Ik ga denk dood door deze skeleton. Ja, ik denk dat dit mijn eerste dood wordt. Ik ga het gewoon proberen. Oh. Nee. Oh nee, 2 hartjes. Die wil ik niet. 2 hartjes. En een baby zombie. En een baby zombie. Oh, ik ga bijna dood. Oh, ik zit echt op de sloot hier. Die zocht ik. Gaat het goed, Max? Nee, het gaat echt niet goed. Gewoon. Hoezo niet? Fout gaat het. Wil je erover praten? Ja. Nee, ik ga het gewoon oplossen. Oké. Ja, maar dat kan niet. Ik ben echt een man, ik los mijn probleem op. Wat zit je nou te lachen? Wordt het echt een manstukje, vonden we geinig. Vonden we geinig. Als je daar na te denken, wie bedoel je dan? Ik kan ook gemeen zijn. Dikke, ja. Ja, maar dat is juist zijn specialiteit, hè? Ik ben dood.
Mijn eerste dood. Nee! En het huis is nog steeds niet af. Sinds ik hier ben geweest heb je 3 nieuwe pilaren neergezet. Wat een dankbare ik zal het interessant aan doen. Au. Ik ga mijn spullen halen. Ik ben druk. Ik hoop dat je ze niet vindt. Jawel, niks aan de hand. Joh. Hebben we eten hier? Nee, ik heb geen eten. Jij bent een man van het eten? Je bent brood aan het eten, alsjeblieft. Dat was, mijn laatste. Oh, je bent echt erg. Ik had hetzelfde genomen. Ja. Ja, dat klopt. Daarom deed ik het ook. Echte man. Een echte man die eet zijn eten op. Delen kennen we niet. Eten moet gegeten worden. Eet of wordt gegeten. Precies. Het is eten of gegeten worden. Het zijn hongerige tijden. Het zijn barrige tijden. Ja. Iedereen is van de wereld. En de wereld is van iedereen. Nee, dat kan niet. Hoezo niet? Ik wil dat die van mij is. Oké, ik ben in de grot. Er is een skeleton hier. Ah, en die hit me. Ah, en een zombie. En 2 spiders. En lavapool. En nog een skeleton. En ik heb het dichtgebouwd achter me. Ben ik een... Oh, hier zijn mijn spullen. Oh, kijk, ik heb mijn spulletjes al. Niks aan de hand. Dat zit niet te stressen dan. Helemaal in paniek. Ja, jullie waren helemaal de grotten aan het lopen. Zeker om het te rennen. Ja, inderdaad. Sowieso. Ja, echt? Dus als ik de opname terug zie en ik zie jullie gewoon echt nu de grot in rennen. Ja, wacht even. Sebastian, doe maar even... Ja, wacht even. Wacht even. Sebastian, vanaf hier. Ja, Max, we komen eraan. Waar ben je? Oh, je bent al... Oh, je hebt het al. Ja, ik heb het al gered, jongens. Geen zorgen, ik heb het al gered. Hier, ga maar items even collecten hier. Ik was helemaal... verdrietig en zo. Nee, jullie waren mij helemaal aan het redden en weet ik wat. Ja, ik was niet verdrietig, ik was gewoon onrustig. Onrustig? Ik was gewoon onrustig. Doe je niet ongerust? Nee, onrustig. Je was onrustig. Oké. Wil jij niet uitlachen, hoor? Jij was voor stress doodgegaan. Dus, ja, dat klopt. Ik was zo trots dat ik nog nooit dood was gegaan en volgens ga ik dood. Ja, en dat vinden wij heel leuk om mee te maken, maar... Nee, jullie hebben wel een primeurtje meegemaakt. Toch hebben we liever dat je het niet doet. Nee. Ik ga weer dood! Nee, want nu verpest je eten, Max. Dat is niet de bedoeling. De eerste keer was leuk, ja? Oh, nee, ik ben niet dood gegaan. Ik herhaal. Ik leef. Leef. Ik ga even... Nee, stop. Ik doe even nutteloos blok maken, zo. Want, als het goed is, kan ik dan die daar bijna pakken. Core stirred maak ik even, nutteloos, zo. Want dan kan ik deze pakken. En dit is ook een nieuw blokje. Nee, deze. Niet. Hoppakee. Oh, waarom maak je alleen maar nutteloze dingen? Ja. Nou, omdat ik nu al op 87 blokken zit. Ja, maar dat is even... Hoe groot is het boven inmiddels? Want ik ben een tijdje niet meer echt boven geweest om te kijken. Ja, echt intens ja, groot. Ja, bizar. Intens groot. Ja, het is echt niet normaal. Nee. Het slaat helemaal nergens op, zeker. Nee. Het is onvoorstelbaar. Met dingen onvoorstelbaar. Ja, ik weet niet wat je zegt. Ik ook niet. Nee, dat is misschien ook wel beter. Ik ben wederom hout vergeten waar ik net boven was. Ja, Max, maar dat... Oh, ik heb een idee. Nee, jongens, niks aan de hand. Ik heb een nieuw idee. Ik heb een idee. Heb ik dat gezegd? Ik heb een idee. Nou, dan ben je niet. Wat zie je? Op, ik plaats deze. Zo, doe ik pong, 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 hop. En heb ik een boom en dan ga ik hem hakken. Nee, joh. Ik heb een boom ondergronds gepland. Dat doe je meestal Minecraft als je een boom ziet, maar... Ja, maar dit was wel echt heel slim voor mij, dit moet ik zeggen. Zeker, ja, maar ik twijfel ook niet over jouw slimheid. Nou, daar twijfel ik over. Ik twijfel er niet eens over, ik weet het gewoon zeker. Oh. Dit vind ik gemeen, Justin. Ja, maar zo is Justin ook wel in het echt. Dat klopt. Ik denk als ze ooit kijken, als je Justin een keer in het echt gaan ontmoeten... Dan ga je echt teleurgesteld zijn. Ja. Wat een stomme man. Wat een verschrikkelijke vent. Ja. Echt een verschrikkelijke vent is Justin in het echt. Ja, maar we zien elkaar ook bijna nooit meer. Ja. Dat is niet waar. Oh nee, klopt. Oh. Wanneer kom je voeren, Max? Oh. Wat? Niet, nooit meer. Hoezo niet? Oh, dit vind ik lullig. Ik heb mijn agenda helemaal volgeboekt. Voor mij? Ja. Nou, dat vind ik lief. Ja. Heb je nou al een bucket, Max? Ja, ik heb inmiddels echt een bucket voor je. Ja, die heb ik ook echt wel even nodig. Kijk, ja, opeen de bucket. Ik had de hele tijd in mijn inventory. Ik heb de bucket nodig, dus kan je hem even komen brengen. Ja, maar ik zou voor diamonds gaan verzamelen en ik heb nog diamonds. Ja, maar dan kan ik de farm niet afbouwen. Ja, oké. Ik kom wel even onderweg terug om dit te doen. Komt goed. Ja, ik kom ook wel ondertussen naar jou toe, dan niet elkaar op de helft. Wow, heb je eten voor me? Nee, want ik heb geen bucket. Oh, zeg dat dan eerder, man. Ja, dat heb ik al 6 keer gezegd. Weet je wat ik zoek? Kijk, kan ik even nog wat ijs zien? Ja. Boomiel. Ja, dat heb ik net gebruikt. Al die botten trouwens gebruikt, Rick, sorry. Ja, maat. Ja, ik had nog hout nodig. Ja, jij gaat straks klagen omdat je huis niet af is, omdat ik geen bouwmateriaal heb. Oeh, ik kan hier nog verder naar beneden. Max, waar ben je nou? Ik ben helemaal diamonds. Beneden. Ik heb... Hoppakee. Diamonds, mijn doel is behaald, jongens. Dus ik denk dat jullie doel ook klaar moet zijn. Ja, mijn doel is klaar. Als jij mij de bucket geeft. Als jij mij... Heb je een bucketlist dan, of zo? Ja! Oh. Wat zit er nog op je bucketlist, Rick? Max ontmoeten. Max ontmoeten? Dat lijkt me in het echt. Dat heb je al gedaan. Ik heb goud gevonden. Ja, dat klopt. Maar ik mocht geen foto maken met jou. Dat mocht niet? Nee, dat wou jij toen niet. Nee, dat klopt. Dus ik kom nog een keer terug.
Voor de foto. Nee. Nee, Max, dat gaan we niet doen. Max, ik ben de weg kwijt. Ja, ik kom nu weer naar boven. Ik ben onderweg. Ja, ik niet. Ik zit vast. Ik zit in de grot. Ook. Waar moet ik heen? Ja, ik ben ook een beetje verdwaald. Maar ik heb wel diamonds. Ja, maar ik ben de weg kwijt, Max. Dat is even belangrijk. Oh, ik ben waar je de enderside hebt gehakt. Ja, oh, daar ben ik. Ik ben er bijna ook weer. Wacht, ik zoek even de weg. Volgens mij moet ik hierheen. Heb je eten toevallig? Oh, ik ben er, denk ik. Zo. Ja, ik heb, okay, ik heb de weg terug. Ja, ik ben weer omhoog. Nee, maar je moet niet terug. Je moet naar mij. Oh, maar waar ben jij dan? Ja, ik ben dieper in de grot. Wat een ongelooflijk mooi huis is dit ook. Dat je me hiervoor hebt gevraagd. Kom eraan, kom eraan, kom eraan. Oh, oh, skeletons. Ik kom eraan, Rick. Waar ben je? Ik sta bij de ingang. Welke ingang? Ja, om weer terug naar de bovenkant te gaan. Oh, ja, dan ben ik er bijna. Ik haat deze grond. Maar ik ben genoeg gemind vandaag. Ik ben genoeg gemind vandaag. Hey. Ik heb genoeg gemind. Hey, joh, ik kom mee naar boven. Ja. Oh, Max. Max, ik haat je echt persoonlijk. Ongekend. Wacht, hier is de uitdrukking helemaal niet. Max, vind je het erg dat je huis niet synchroon is? Ja, heel erg. Nou ja. Synchroon met wat? Ja, dat hij niet het, dat hij links niet hetzelfde is als rechts. Bedoel je dan niet gewoon symmetrisch? Symmetrisch. Ja, ja. Synchroon. Hij loopt niet synchroon. Hij wil synchroon zwemmen. Au, stop. Dat is gewoon mijn grootste droom. Max, ik ga dood! Oké, ik doe niks, ik doe niks, ik doe niks. Je hebt ook echt veel cobblestone. Je hebt echt veel cobblestone geplaatst. Het zijn stairs. Oh. Veel plezier. Nou! Ja, maar dan weet ik even dat je me niet gaat slaan. Maar lieve mensen, als jullie boven komen, alsjeblieft niet meer uitlachen. Wow, wat is dit? Ja. Thanks, Rick. Dat is beter dan niet uitlachen. Haha. Hoi, Max. Wow, wat is... Mag ik de bucket? Wow, wat is dit? Nou, ik denk dat je dat weet. Beloont mij niet van mijn goede opmerkingen. Jawel. Mag ik de bucket? Ja, de bucket. Zie je, sorry. Ik heb gewoon 2 diamonds. Ik ga ze bewaren in deze kist en ik hoop dat jullie ze niet stelen. Misschien kan Rick die wel gebruiken voor zijn farm met een hoog. Nee, geen geen diamond nodig. Ja, Rick, ik zweek het je niet. Nee! Oh, ik sprok! Ik sprok echt heel erg. Ik dacht dat je wat gemaakt. Ja, maar die hebt toch... Ja, maar die is wel voor de dinges. Die zijn wel nodig. Ja, uiteindelijk hebben we hem nodig. Dus, ik maak beter eerder dan nooit. Ga je maken? Ik maak er een shovel van. 2 shovels. Nee, maak er maar een hoofd van, dan hebben we een diamond ook. Ja, mag dat? Ja, dat mag. Okay. Dat is als beloning voor het harde werk van het farm van vandaag. Ja. Je gozer heeft je eens lekker uitgebreid. Hey, wat? Hoezo? Nee. Kijk wat hij heeft gedaan, jongen. Ja, hij heeft blokjes geplaatst. Te doen. Ik heb een diamond ook. Macht wil hier? Waarom heb je een diamond ook gemaakt? Ja, dat vond ik leuk. Rick, dat is niet de bedoeling. Waarom is dat niet de bedoeling? Nee, ik voel dat voor je. Ik heb ook water. Rick, je verwaarloost wel een beetje de sugarcane, zoals je. Gast, ik ben nog niet klaar. Ja, ik doe de sugarcane wel. Geen zorgen, ik help je wel eentje. Dankjewel. Ik heb ook geen eten, dus... Ja, ik ook niet. En dat is het hele idee van de sugarcane. Ja. En dat was ook het idee van die farm. Heb je al de schapen gebreed en zo? Nee. Hoezo niet? Ik heb geen weed. Ja, maar... Dat hebben jullie... Dat heb je allemaal kapot gestampt. Weed. Dat heb ik eerst verzameld, maar dat waren er maar 5. Ja, en dat moet je dan gelijk... Oh, Rick, je bent niet de beste farmer. Nee, dat klopt. Daarom ook. Ik zie het al. Ik ook niet. Ik zie het alweer. Max, je kan dit niet verhalen op mij. Jawel, dat kan ik heel goed. Ik ben nu de diamond hoe aan het gebruiken. Zo, ik heb echt sugarcane belachelijk veel geherplant. Weet je hoeveel oakbomen hier staan, Justin? Eentje. Ik dacht dat het ermee waren, sorry. Dat dacht ik dus ook. Maar dat is niet zo. Er staat er maar eentje. Oh, ongelooflijk. Ik zie er daar nog één. Ik zie er daar nog één. Dit is mooi. Ik zie er daar nog één. Daar nog één. Ik zie er daar echt... Weet je hoeveel er daar staan? Oh, het is de map trouwens groot geworden ineens. Ja, weet je hoe dat komt? Dat wij echt superveel... Ik heb items. Ik heb 90. Sorry? Ik heb 90 items verzameld. Ik hoorde iets over ik of zo? Ja, ik. Ja, en wat hebben wij? 14, iets minder. Oké. Okay. Kijk, dit is een mooi detail in je huis. Ja, wat een huis is dit trouwens? Ja, dat zie je niet vaak, hè? Nee, gelukkig niet, nee. Gelukkig Hoe onaardig kan je zijn? Dit is heel onvriendelijk. Ja. Maar Rick, deze farm is kleiner dan dat mijn farm was. Ja, maar het gaat om uitstraling. Ja, maar nu hebben we toch minder eten, man. Ik had het al zo moeilijk en je hebt het gewoon kleiner gemaakt. Nee, Max. Dat heeft er echt niks mee te maken. En wat dan wel? Je stelt je nu aan even, Justin. Weet je, ik ga vast... Die was in die seeds, Rick. Die heb ik allemaal weggegooid. Nee, mag ik die seeds? Dan ga ik ze vast planten. Okay. Nee, hij zegt dat ze allemaal weg zijn. Nee, maar hij heeft ze weggegooid in mijn armen. Ja, zo. Net zoals mijn hart. Ik wist dat het zo'n opmerking was. Ik was een opzetje voor die opmerking. Wat een sensatie, hè? Wel een goede progressie deze aflevering. Had ik niet in mijn eentje gekund. Ja. Volgende aflevering is dit huis waarschijnlijk weer op met de grond gelijk gemaakt. Nee. Want misschien zijn jullie de volgende aflevering wel weer. Oh, wow. Nee.
Oh. Bij de 5000 likes. Van nee, 5000? Ik denk dat niemand aan het liken. Weet ik niet. Ik vraag nooit echt om likes op video's. Ik ga nu kijken naar je likes op je video's. Wachten. We gaan een like op. Ja. Walnut. Jij krijgt normaal. Even kijken. Je krijgt heel veel, maar je verdient het niet. Ah, dat is niet lief, hè? Sorry. 1.4k. Ja, maar dat is als je het niet vraagt. Wanneer is dat? Hoe lang is dat geleden? 2,5. 3 dagen geleden. 2,5. 3 dagen geleden. 2,5k. Nee, je had 1.3 was het. 2,5k, dat redden ze easy. Oké, jongens, doe maar 5000, zeg jij. Nee, ik zeg 2,5. Bij 3000 likes komt Rick terug en bij... 3.1 ik. 3.1 doen we Justin erbij als bonus. Ik denk dat ze eerder andersom willen. Ik denk niet dat ze mij terug willen. Ze moeten om Justin terug te krijgen, moet jij ook, weet je? Ja, precies. Dan moet Justin terug. Kortom, Rick wordt gewoon gebruikt. Yes! Rick, heb je al eten? Ik heb honger. Nee. Jij hebt net gepland. Je hebt niet al eens alles gepland. Ja, ik heb toch niet... Ik heb niet meer. Dit was het. Had dat dan even gezegd. Ik heb nog veel meer. Zou ik alles naar binnen verhuizen, Justin? Ja, dat is bijna mogelijk, ja. Ja, ik zal even een beetje verlichten hier, zo. Hoppakee. Ik weet dat het vet is, Max. Hoppakee. Hier is het raam daar, maar daar aan de andere kant. Oh, wat erg. Nee, anders krijg je trek, snap je? Anders krijg je trek? Ja, toch, trek, snap je? Noem jij dat trek? Is dat iets Fries of zo? Als ik zeg ik heb trek, dat betekent dat ik heb zin in eten. Nou, ja. Iets anders geleerd dan vandaag, hè? dan krijg je trek. Ja! Justin, je blijft me verbazen met je rare uitspraken. Op positieve manier hoop ik dan maar. Nou, daar zei ik me liever over. Soms, ik ga pas alles naar binnen verplaatsen, Justin. Ja, ik moet nog een trap maken. Ik moet... Ja, alles komt er nu aan. Ja. Hallo. Waar zijn de kisten? Justin, waar zijn de ramen? Ja, geen die ruiten. Zijn er nog niet! Want het huis is nog niet... Justin, het huis is niet symmetrisch. Nee, hij is niet synchroon. Hij is niet synchroon, maar ja. Is dat ook iets, Fries? Synchroon. Justin, waar is de trap? Ik ga hem hier binnen maken. Ik maak hem even symmetrisch, Justin. Van buiten in ieder geval. Zullen wij ons eerste nachtje samen spenderen? Mag dat? Met z'n... allen? Drieën? Met z'n drieën? Een rood bed doe ik voor Rick. Nee, ik wil een gele. Oké, maar ik heb geen gele bloemetjes. Ik ook. Oh. Wat is het donker? Waar heb je mijn toortjes geplaatst? Ja, die moesten... Oké. Je gaat pas licht verplaatsen als het huis is afgemaakt, snap je? Dan hang je pas de lampen op. Dat weet ik veel. Ja, je weet niet veel, nee, maar sorry. Hier, een nieuw bed komt ie. Dan heb ik een rood bed, die is voor Justin. Mm-hmm. Een geel bed voor Rick. Ja. En voor mij... Ik wil ook wel een mooi kleurtje. Ik doe een blauw bed. Dat vind ik wel een goed idee. Ik kom eraan om te slapen. Kijk nou, gelijk allemaal nieuwe items. Willen we boven of beneden liggen? Ja. We hebben bijna de Nederlandse vlag gemaakt, als we gewoon die van Rick wit hadden gehouden. Boven. Of Justin, wil jij een wit bed? Ik wil een wit bed. Ja, maar die hebben we al. Die heb je al, Max. Maar die heb ik juist verkleurd. Wacht. Oh, oké. Hier, nu hebben we een Nederlandse vlag. Kijk, we hebben hier prachtige ruimte. Oh, waar moet doen het? Ik denk zo. Oké, wacht. Rood, wit, blauw. Ja, oké, maar dit is... Meer Frans. Of niet? Of moet het andersom dan? Ja, het moet andersom. Wacht. Oh. Even kijken, hoor. We zitten ook allemaal te kijken. Man. Nu is het zeg maar een Nederlandse vlag. Ja. Vanaf hier. Ja. Maar dat was het net ook, alleen al gedraaid. Ik had de blauwe. Ja, ik heb dan de rode. Ja, tussen. Kom je? Gezellig naar bed. Ja, ik ben aan het werk. Je bent Justin, Justin, kom nou. Om je te wachten. Ja, maar morgen vroeg zitten jullie te klagen dat het huis niet af is. Ja, Justin. Dat ga ik niet doen, ik beloof het. Oké, nou, daar komt ie. 3, 2, 1. Ah, goedemorgen, jongens. Jemig, Justin, het huis is nog steeds niet af. Ja, wat raar. Had je nu gisteren gewoon even door kunnen werken in plaats van zo vroeg naar bed gaan? Die man maakt gewoon een halve dag, joh. Oh, wij maar werken de hele dag. Ja. Ik ben met mijn diamond ik home. Ik denk dat de Lycon naar 3.6 gaat. Om het te halen. Ja. Hey, maar we hebben wel alle taken gewoon gedaan. Rick heeft een farm gebouwd. Die heeft mijn grote farm gewoon kleiner gemaakt. Door het uiteindelijk minder efficiënt is geworden. Hey, ja. Maar hij ziet er wel mooi uit. Hij heeft wel een farm Justin gemaakt. Heeft een huis gebouwd, soort van. Soort van. Hoe wil je dit anders doen, meneer Max? Een krot. Ja, maar een krot is nog technisch nog steeds een huis. Dat klopt. Ik ga deze slopen. Zo. En die doen we buiten. Die hoort niet binnen. Die doen we hier. Gezellig. Kijk nou, kijk hoe gezellig dit eruit ziet. Max, ik heb een taak voor jou. Ja. Want jij hebt natuurlijk weer niks te doen nu. Hoezo? Ik heb het hartstikke druk met supervisen. Kijk, ik wil hier een soort cliff idee maken. En dan kunnen we hier nog een farm. Oh. Dus jij moet hier even een cliff maken. Ja, ik ben aan het supervisen, Justin. Ja. Maar dan moet ik heb geen steen hiervoor. Ik ga het met cobblestone doen. Nee, ik heb hier andesite. Oké. En ik ga even steen smelten. Oké, prima. Wat een goed idee, Rick. Dankjewel, Justin. Ik zal even glas regelen. Justin, waar is de oven? Ja, niet hier.
Max, waar is de oven? In de kist waarschijnlijk. Ik ga eventjes zand hakken hoor. Ja, dat is goed hoor. Ja, maar dat je dat even weet. Als je dan denkt, hé, waar is hij nou? Nee, is goed hoor, Justin. Is goed. Thanks. Doe maar weer niks. Nee, is goed. Doe maar weer niks. Zand hakken. Is taak verwaarloosd. Kijk, anders hebben we straks allemaal trek. Trek? Je bedoelt tocht. Zometeen hebben we tocht. Ja, ja. Heb je al steen voor me? Gewoon normaal steen? Nee, ja, het is aan het smelten, Max. Oké, maar kan niet sneller smelten. Ik ga het even vragen. Ik ga het even vragen. Kan je misschien iets sneller smelten? Het regent, heb je een paraplu? Het regent. Wat zei je? Ik heb wel een paraplu. Ja, die heb ik. Wil je hebben? Ja. Oké. Okay. Kom maar aan. Ben er hoor. Ja, hier, alsjeblieft. Rik, je klif is bijna af. Thanks. Goed bezig. Ja. Zie je, ik luister wel als iemand mijn taak geeft. Ik luister ook. Eén op één wat me gevraagd wordt. Ja. Ik maak niet een te kleine klif, ik maak niet een te grote klif. Gewoon... Ik maak gewoon een klif. Precies, ja, maar weet je wat vroeg. Het probleem is ook, Max? Nou? Jij bent ook degene die beoordeelt. Ja, dat klopt. Dus dan kan het altijd goed zijn. Ja, dat kon niet. Kijk, als je dit dan zegt, jezus, wat lelijk. Ja. Hey, mijn man en ik trader. Ja. Laten we het lama's killen. Nee. Ja, die hebben we toch niet nodig. Hebben we leads. Wees blij dat er hier iemand is op bezoek. Hoppakee. Dan killen we deze ook. Zo. Wat een liefde. Wat verkoopt deze guy? Helemaal niks. Gaan we ook killen. Rick, zo. Wat verkocht hij? Nou, helemaal niks. Wat een mooie klif dit, Rick. Hebben we goed gedaan. Wat die regen is wel echt irritant. Wacht even. Oh, dat kunnen we trouwens niet oplossen. Ik dacht dat ze slapen, maar het is dag. Ik heb ook echt... Ik ga mezelf even dood laten gaan, want... Nee, maar er zitten op twee... Ik ben al een keer per ongeluk dood gegaan. Ja, Rick. Ja, maar ik heb... Ik kan er niet tegen dat ik niet kan rennen. Wil jij even je mond houden? Ik ben Rick. Ik kan er echt heel slecht tegen dat ik niet kan rennen. Glass pain. Nou, Rick, je kan je prachtig farm maken. Maar helaas ga je dat deze aflevering niet meer redden om die farm af te bouwen. Hoezo niet? Waarom? Nou, dat red je gewoon niet meer. Ik ga dat redden. Ik ga door! Nee, Max. Je zei dat je dood wilde, dan wil ik je op zijn minst killen. Oké. Okay. Ik heb wel heel veel spullen. Oh, yes. Is allemaal van mij nu. Waaronder... Nee, de diamond hoe! Die heeft Justin! Nee, is goed, Justin. Yeah. Justin, is het huis af? Wacht even. Nou, het moet alleen nog een deur. Oh nee, we doen een soort dit ingang. Ah, top. Mode. Je spullen liggen in de kist, Rick. Dankjewel. Ja. Moet ik die diamond zo afleveren of niet? En dan mag je van mij houden. Oké, nou ja, hou die. Hey, we hebben een goede progressie gedaan. Justin heeft een huisje gebouwd, iets af zo te zien. Ja. Prachtig, ziet er echt goed uit. Dankjewel. Ik ben heel blij met het resultaat. Ja. Ik had ook hele andere ideeën, maar... Nou, maar ik vind het wel juist heel mooi wat je hebt gedaan. Het is gewoon echt een uniek iets. En daar houdt het ook gewoon bij uniek. Ja, Rick, zijn taak, die heeft een beetje verwaarloosd. Hij heeft een farm gemaakt. Ik heb uiteindelijk de sugarcane moeten doen. Hij heeft niet... aandacht gegeven aan de schapen. Ja, dat was ook zijn taak, ja. Ja, dus ik heb een goed idee. Het was te kort. Ik heb een goed idee. Ik heb hier één ei. Als hier een kuik uitkomt, doet Rick niet meer mee. Ja. Nee. Rick, dit is jouw lot. Ga nou op de open haard gooien of op ding? Rick! Wacht even, jongens. Nee, wacht even. Wacht even. Wat is de kans dat er echt een kip bij komt? Wacht even, dit hebben jullie niet gezien. Wacht even. Wat is de kans? Nou, laat hem met rust. Dit is jouw lot, Rick, die kip. Nee. Hij moet neer. Nee. Ik wil meedoen. Ik kan hem niet raken, hij is te klein. Ik heb hem vermoord voor je. Ja, maar ik had het op beeld. Mag ik een replay? Nee, geen replay. Maar wel... een outro. Jongens, dankjewel voor het kijken in deze video. Het regent een beetje in de outro, maar dat maakt allemaal niet uit. Dat is allemaal niet bijzonder. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. Vergeet zeker even niet te liken. Willen jullie vaker dat Rick en Justin meedoen? Laat dan even weten in de reacties. Want ik vind het namelijk wel heel gezellig om wat mensen bij deze serie te hebben. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel waarin ik nog heel verdrietig helemaal alleen speelde. Maar hierin hebben we wel goede progressie gemaakt. En nu spreek ik later glaasje water, telt 4 flesjes bier. Tot de volgende keer.